lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een flip-through video voor jullie van deze drie nieuwe kleurboeken. Ik heb er twee van Adam Davis en het is een samenwerking met Cham Fu of Cham Fu. Beide boeken, misschien zijn vrouw, misschien gewoon een vriendin of vriend. Ik denk dat het een vrouw is, maar geen idee. En ik heb hier het nieuwste boek van Sun Life Drawing, die helaas een beetje gekreukeld is binnengekomen. Dat is echt balen. Maar Adam Mosaïek van Sun Life Drawing. Ik ga met het Fairies boek beginnen. Ik zag deze voorbij komen bij Ingrid, geloof ik. En ik dacht, wat een super schattig boekje. Ik had het nog niet eerder voorbij zien komen. Maar dit is Stained Glass Fairies and Flowers, color by number. En kijk nou even hoe schattig dit eruit ziet. Allemaal schattige veetjes. Wel een heel groot kleurenpalet met 40 kleuren. Het is wel vrij intens. En dit boek heeft een beetje hetzelfde als de boeken van Alexandra Francis. Die hebben zeg maar in de eerste helft van het boek color by number. En de tweede helft van het boek zijn dezelfde platen, maar dan zonder de nummertjes. Dus non color by number. En dit boek heeft dat ook. Ik heb eventjes gespiekt aan de binnenkant. En ja, we hebben dus dubbele platen in dit boek. We hebben hier een intro page. Een color test page. En weer is dit zo'n slechte print. Ik denk dat het wel grijs hoort te zijn, maar het is echt heel dun papier. Bijna al mijn boeken van Adam Davis zijn super slecht. Het is zo verschrikkelijk jammer. Maar kijk nou even hoe schattig dit is. Te lief. En ik zie dat hij de kleuren die je gebruikt dikker drukt, zeg maar. Dus meer dik gedrukt. En alles wat lichtgrijs is, zijn waarschijnlijk de kleuren die je niet nodig hebt. Het zijn best wel gedetailleerdere platen. Dus misschien geschikt voor permanente markers of fine point alcohol markers. Stiften op waterbasis, potlood. Maar daarnaast is de lijndikte echt wel heel erg oké. Volgens mij is dit echt een heel erg leuk boek om in te kleuren. Super schattig. Het lijkt me echt super leuk om hier een buddy color in te doen. Oh, kijk deze. Heerlijk dik gedrukt. Minder detail. Nog wel veel detail, maar minder dan die voorgaande platen. Maar echt super mooi. Ja, en als je op de achterkant kijkt, de kleurenpaletten zijn echt waanzinnig. Hier is het wel iets dunner belijnd. Dus ik zou denk echt sneller met permanente markers in dit boek kleuren. Of die fine point van Ohuhu. Die smalle stiftjes. Kijk nou hoe schattig. Er gebeurt gewoon zoveel op een plaat. Ja, super cute. Ach, kijk deze nou. Is toch te lief. Ja, mocht je nou dit boek hebben. Ik weet dat toevallig Ingrid hem dus heeft. Want door haar ben ik hier achter gekomen. En je wil een buddy color doen. Stuur me dan een berichtje. Want het lijkt me gewoon heel erg leuk om in dit boek te kleuren. Zo schattig. Ja, hij maakt gewoon hele leuke boeken, vind ik. Maar die nieuwere boeken, die maakt hij blijkbaar samen. Of misschien deed hij het al samen, maar werd diegene eerst niet benoemd. Of ik heb het niet gezien, maar kijk hoe lief. Zonder achtergrond, ook wel gewoon mooi. Gewoon een mooi centraal plaatje. Ja, heel erg leuk. En ook gewoon color by number, hè. Ik zie wel vaker dit soort boeken, maar nog gewoon zonder de nummertjes. En ja, ik ben wel iemand die dan toch liever verteld wordt wat er gekleurd moet worden en hoe en wat. Ook heel mooi. Maar ja, stel dat je daar niet van houdt, heb je ook dezelfde platen zometeen zonder het nummertje. Dus dan kan je gewoon zelf je kleurenpalet kiezen. Nou, hier is weer een stuk dunner de belijning. Niet overal constant hoe de belijning is, de dikte.
super schattig. Mooie van die vlindervleugels. Heel verzin je het, hè? Zoveel plaat met allemaal verschillende veetjes. Het is een soort stained glass. Ja, het is allemaal wel een beetje stained glass, maar een beetje mandala stained glass-achtig. Ja, ik vind het gewoon vervelend dat de meeste boeken van hem zo slecht zijn steeds. Daar kan hij niet zoveel aan doen, maar ze moeten echt even iets aan het papier gaan doen. Het is zo flinterdun, het is niet normaal. Kijk, bonus coloring pages number 3 edition. Dus hier krijgen we exact dezelfde platen. Ik weet niet of het dezelfde volgorde is. Ik denk het wel. Ja, het is exact dezelfde volgorde. Dus met de nummertjes en dan vanaf hier zonder de nummertjes. Ik stop hier, want het zijn gewoon exact dezelfde platen. Maar goed, dit is echt een fantastisch boek. Ik ben echt blij verrast. Ik ben blij dat Ingrid hem heeft... per ongeluk heeft laten zien aan mij eigenlijk als het ware. Ze had een plaat gekleurd voor de scavengerhand van Sarah. En ik dacht, wauw, wat een leuk boek. Mooie plaat vooral. Dus dit is Stained Glass Fairies and Flowers van Adam Davis. En die andere persoon, Cham Vu. Dan hebben we nog een keer een boek van hun. Dit is Bold and Easy Halloween. Color by Number. Zo leuk. Kijk nou even hoe schattig. En hier hebben we een 32 kleurenpalet. Waarschijnlijk omdat het gewoon een meer easy boek is. Hoeft ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Is dit betere kwaliteit? Ja, het lijkt wel iets dikker papier. Dikker dan die andere. Oh ja, kijk. Hier hebben we zo het kleurenpalet. En ook hier laat hij zien welke kleuren je nodig hebt. Dus het dikgedrukte is hetgene wat je nodig hebt. Maar dit lijkt me zo heerlijk om gewoon lekker plain in te kleuren. Dus geen details en dat soort ongein. Wow, het is echt mega dik gedrukt. Als je van een dikke beleiding houdt, here you go. Wauw. Ja, en de achtergrond blijft wit. Veel chiller. Ik ben helemaal niet fan van hele grote achtergronden. Ja, leuk. Zit hier een bladzijde tussen? Nee, die wel, voor mij wel. Oh nee, het is gewoon een stuk dikker papier. Moet ik even aan wennen. Die vorige was zo splinterdun. Zo schattig. Ja, dit is gewoon een heerlijk boek om gewoon lekker op een avond even wat platen achter elkaar te kleuren. Hier heb je wel een achtergrond. Nummer 4 is Light Yellow. Nou, het is in ieder geval wel een kleur die je niet veel gebruikt. Dus dan, ja, kleur niet per se je marker op leeg, denk ik. Oké, nou. Selfie. Wel creepy zijn ogen. Zij heeft tenminste nog oogwit, maar hij is helemaal... hij heeft gewoon geen ogen. Lekker pruttelsoepje. Die pompoen heeft allemaal barsten. Beetje creepy. Dit is zeg maar wel cute horror. Je hebt ook van die kleurboeken waarbij het echt heel creepy is. Je hebt zo'n boek van Color Questopia. Die is echt zo verschrikkelijk eng. Volgens mij heb ik alleen de eerste plaat gedaan. Die was nog redelijk oké. Okay. Maar verder, het boek is zo creepy. Ik ga hem misschien ook wegdoen met de verhuizing. Want ja, ik ga er gewoon niet in kleuren. Ik vind het gewoon geen gezellig gezicht om platen te kleuren die ik gewoon niet zo heel chill vind. Dus ja, sowieso moet ik nog even alle boeken uitzoeken. Oh. Dracula moet even de hondjes uitlaten. Wel 's nachts, hè? Anders dan smelt hij toch of zo. Hij kan niet tegen het daglicht. Oeh, kijk dit. Yeah. Ik hou niet van clowns. Het is een soort baby clown. Een soort Chucky of zo. Jackie. Oh, kijk, dit is toch leuk. Ja, dit vind ik heel schattig. Frankenstein, die moet even boodschapjes doen. Maar volgens mij weet hij niet helemaal wat hij nodig heeft. Jeetje. Hij had ook een hap uit zijn hoofd, geloof ik. Hier ook. Oh, bah, weer een clown. I don't like it. Hij is zijn gezicht aan het sminken.
En 21 is red. Ja, logisch. Yeah. Gauw door. Spookjes. Nou, deze plaat heb je super snel gedaan, want alle spookjes zijn wit. I was hoping for a pyramid. And now I know something you don't. Met een UFO erop. Oké. Okay. Te grappig, dit boek. Oh, deze is leuk. Echt heel vrolijk. Het is buiten keihard aan het regenen. Het regent echt al de hele dag. Ik neem dit trouwens iets eerder op. Dit komt online als ik in Frankrijk ben. Maar ik neem dit op woensdag 11 september neem ik dit nu op. Maar morgen ben ik in Frankrijk. Maar morgen komt die online. Is de bedoeling. Ja, oké. Nou. Magere, hij moet ook even zijn breiwerkje afmaken. Zo cute. Oh. Een pompoenbad. Hoe cute is dat? Te leuk. Oh. Ja. Frankenstein in de zon. Het zijn wel echt hele grappige scènes. Spookjes lekker aan het chatten. Of lekker aan het computeren. Of gamen misschien wel. Met een kopje thee of koffie. En hij heeft een ingelijst worstje. Een sausage. Oké. Een heksje. Ja, dit is heel erg pixelig omlijnd of zo. Heel. Doe ook een beetje denken aan een soort game. Dit heksje. Oh, hij is niet blij. Oh. Is het It? Met die ballonnen. Creepy. Oef, kijk dit gaan dan. Op de scooter. Wat ziek idee. De bezem heeft wel mee, maar de scooter. Het vliegen is voorbij. Oh, deze is ook leuk. Het duiveltje. Wow. Het regent zo hard. Het onweer ook al de hele dag. Het is echt niet normaal. Kijk die monstertjes. Hé, hey, een soort Ursula. Oh. Ik zou echt een boek vol willen met dit karaktertje. Het is zo cute. Ik had ook net dat die gitaar, als die gitaar aan het spelen of zo, dus dat was hij aan het doen. Ik vond het echt heel leuk. Wacht, waar is die? Deze. Oh, viool aan het spelen. Dat is hetzelfde. Of nou ja, deze heeft ronde ogen en deze heeft driehoek oogjes, maar het zou echt leuk zijn om hier echt een apart boek van te hebben. Zo'n herfstboek of zo. Cute. Oh, dit ziet er een beetje weird uit. Oké. Een heks met een kikker op schoot. Ik weet niet. Wow. Hoorde je dat? Wat een weer, jongens. Maar ik vind het een beetje een creepy plaat. Dat wou ik zeggen. Nee. Oh, dit is leuk. Het hele paard is ook gewoon wit. Het is echt weer heel simpel. Ah, dit is ook leuk. Die zag ik op de achterkant net. Spooky juice. Ik denk dat ik niet wil weten wat erin zit. Ja, appel en aardbei en spookjes. Geheime ingrediënt zijn de spookjes. Happy Halloween. Ah, vet leuk. Deze komt uit Polen. Oh, oepsie. Dat was mijn standaard. En even kijken, deze. Ook uit Polen. Wat gek. Meestal uit Polen heb je wel vaak goed papier. Maar dit was dus Bold and Easy Halloween. Van Adam Davis en Cham Vu. En dan heb ik nog een boek van Sunlight Drawing. Deze. Zal ik jullie iets hier uitzoomen. Dit is Autumn Mosaic. Black background. En mijn boek is dus een beetje ja, heel erg verkreukeld aangekomen. Echt heel erg zonde. De achterkant met een voorbeeld en de kleuren van het kleurenpalet. Ja, volgens mij ben ik gewoon al deze boeken aan het verzamelen. Ik heb al spring en summer. Winter weet ik even niet. Misschien dat die binnenkort nog komt.
Het lijkt een beetje op de boeken van Kira. Dus ik ben een beetje in de war of ik dan die van Sun Life al heb. Of dat die nog uit moet komen. Ook weer een echt gigantisch slechte print. Oh, het papier is zo akelig dun. Dit gaat heel irritant worden, dat omslaan. Maar ja, dit is gewoon weer je heerlijke color by number. Met de grote vlakken, dikke belijning. Ja, wat kan ik erover zeggen? Het is gewoon super relaxed. Kleuren. Wow, het gaat buiten echt een keer. Holy. Wel lekker om dan binnen te zijn, hè? Als het dan buiten zo tekeer gaat. Poes op de stoel. Een uil. Die er een beetje eng uitziet. Lijkt wel een soort duif met een uilenkop of zo. Een pot met bloemen. Zonnebloemen. Ik vind het wel mooi hoe iedere plaat een soort lijst heeft. Mooie omrasting. Oeh, die is mooi. Lantaarn. Een vogeltje op een nest, denk ik. Ja, ik zou eigenlijk gewoon één van deze boeken gewoon als een soort focusboekje erbij moeten pakken. Gewoon voor daarnaast. Gewoon lekker kleuren zonder detail aan te brengen en zo. Gewoon heerlijk zonder na te denken dit inkleuren. Deze vrouw heet denk ik een mand met fruit, boodschapjes. Ach, een eekhoorntje. En vanaf hier gaan we denk ik landscape. Een fiets. Oh, een meisje, denk ik. Een vrouw. Onder de borstjes. wat is dit? Even op de camera kijken, wat is dit? Ik zie echt niet wat dit is. Is die plant? Is het een knol met wortels eraan of zo? Of is het een beest? Nou, sorry, maar ik zie echt niet wat het is. Geen idee. Oh, wat leuk. Een auto met een gebouw op de achtergrond en een vogeltje. Ik vind dat ze de platen wel boeiender maken of zo. Want voorheen was het een beetje heel simpel, weet je wel. Er gebeurde er niet zo heel veel. Maar nu, ze maken het gewoon steeds gewoon wat interessanter. En dat is wel heel erg leuk. Ah, weer een poes met pompoenen, plaatjes en een bankje. Oh, een vos. Super cute. Ja, sowieso wil ik gewoon weer een herfstboek erbij pakken om die vol te gaan kleuren. Want herfst en kerstboeken en Halloween is echt mijn favoriete kleurthema van het jaar. Dus ik ben heel blij dat het september is. Dus er komt de herfst ook weer bijna aan. Eindelijk. Paraplu. Hele grote paraplu. Nu bijna heel de bladzijde in beslag. En dit zijn denk ik bladeren. Dit zijn denk ik de uiteindes. Maar het is een beetje vaag van dichtbij. Maar ik gok dat het bladeren zijn. Dit zijn besjes of zo. Nootjes. Een muis die lekker in een bloem zit denk ik. Lekker genesteld zo. Oh, en dat was het alweer. Heel irritant, die vouw. God. Deze komt uit Frankrijk. En daar hebben we vaker slechte prints. Helaas. Maar goed, dit was Adam Mosaïque van Sun Life Drawing. We hadden Bold and Easy Halloween van Adam Davis. En als eerste hadden we Fairies and Flowers Stained Glass Color by Number van Adam Davis ook. Ik zal alle drie de boeken onderaan de beschrijving linken, mocht je nieuwsgierig zijn geworden na deze video. Ik ga hem lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal, vergeet je zeker niet om je te abonneren. Ik zou het namelijk super leuk vinden om jou erbij te hebben. Vergeet daarbij ook niet je belletje aan te zetten. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!